Nou, ik ben hier aan het ploegen in zaaien in één weggang. In één keer naar de winter zomertouwen zaaien. Met een soort voordenpakker die achter de ploeg aan gaat. Maar dat is een kokkeling minimat, wordt die genoemd. En er zitten twee voordenpakkerringen die zitten achter elkaar en niet naast elkaar. Waardoor er een gultje ontstaat waar het zaad ingelegd wordt. En de andere pakker die duwt hem aan. Ik hoop dat zaad snel aanslaat. Dit is voor mij ook een hoop arbeidsbesparing. Want het is in één weggang. Na het ploegen dan is het in feite klaar. Koppakkers afwerken. Ik denk dat ik dat wel met de oude zaaimachine blijf doen. Want dat is toch wat makkelijker. Maar zo de grote oppervlakte is mijn ervaring tot nu toe met wat ik nu gedaan heb gewoon erg goed. En nu afwachten hoe het groeiseizoen zich gaat ontwikkelen.